Ja, de verkiezingsuitslag is bekend. De VVD blijft de grootste in Gelderland. Maar de grote winnaar ook in Gelderland was het Forum voor Democratie. Goedenavond en welkom op de uitslagenavond. Kijk eens, een hele bult met stembiljetten. Dit moet allemaal nog geteld worden. En dit is dan, zoals het er nu zo uitziet, dat oningevulde vak is Forum voor Democratie. En daar moet het getal 8 staan. 8 zetels. Vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel. GroenLinks, hoe heeft hij het gedaan in Epe? Was 3,6. Het is een historische uitslag voor GroenLinks. Ja. SP doet het ook hier heel slecht. Als je ziet wat er een komeet binnengeslagen is, zeg maar. Een nieuwe partij, Forum voor Democratie, dat is ongekend. Ja, hoe nu verder, dat is de grote vraag. Op dit moment zijn alle lijsttrekkers op uitnodiging van de lijsttrekker van de VVD, Jan Markink, op het provinciehuis voor een eerste kennismaking over en het eerste gesprek over de uitslag. Naast mij Roosmarijn Boender, de nummer 2 van de VVD. Ja, de grootste van Gelderland. Ja. Toch weer gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, daar zijn we blij mee. Je komt net van het provinciehuis? Ja, ik kom er net vandaan. Ik heb het eerste half uur van de eerste bijeenkomst meegemaakt op uitnodiging van onze lijsttrekker. En daarna moest ik snel hierheen. Hoe was de sfeer? Goed. Ja? Ja, ik kan niet anders zeggen. Het was heel goed, ontspannen. Een goede kennismaking met de lijsttrekker van Forum, die ook goed door iedereen werd gefeliciteerd. Dus mijn indruk was in ieder geval heel positief. En, ja, jouw eerste kennismaking met de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Ja, wij hadden gehoopt dat hij daar zou staan. Ja, ik denk dat hij misschien onderweg is. Ja, goed, hij mag ieder moment aanschuiven. Ja. Duidelijk is dat de VVD het voortouw neemt in de coalitie. Sluit de VVD op voorhand partijen uit? Nee. Kan ik me niet voorstellen. Daar was de sfeer ook absoluut niet naar. En als liberale zeg ik in ieder geval even vanuit mijn eigen persoon dat we dat niet moeten doen. Ja, in 2015, toen was die formatie heel snel gepiept. Volgens mij binnen een maand. Verwacht je dat het nu weer zo snel gaat? Nou, het zou mooi zijn als we het snel, maar toch ook zorgvuldig kunnen doen natuurlijk met z'n allen. Want de provincie heeft gewoon een goed bestuur nodig. Hè. Er zit nu natuurlijk nog het huidige bestuur. Maar de kiezers hebben gesproken. Dus wat mij betreft, als het kan, zo snel mogelijk met een nieuw bestuur wat gedragen wordt door deze uitslagen aan de gang. Ja, dus. Ik ga even naar jouw buurvrouw, Esther Mirjam Cent, Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Wat vind je van de verkiezingsuitslag? Allereerst maar eens. Nou, voor de PvdA ben ik blij dat we de lijn omhoog hebben gevonden. Vergeleken bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben we bij de gemeente een beetje beter gedaan. Nu bij de Eerste Kamerverkiezingen een beetje beter gedaan. Alhoewel, de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat pas op 27 mei de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaatsvinden. Dus dan weten we zeker hoe de samenstelling van de Eerste Kamer zal zijn. De grote verrassing, net zoals in de provincie, zal in de Kamer ook zijn. Een nieuwe partij die dan ook meteen naar alle waarschijnlijkheid de grootste wordt. Ja, hoe voelt dat voor jou? Nou, we zullen het meemaken. Hè. Ik kan er nog weinig over zeggen hoe het zal gaan. Het is wel zo dat we gewend zijn om met de PVV samen te werken in de Kamer. En dat er ook wat andere verschuivingen zijn. Het aantal partijen blijft hetzelfde. We hebben 12 fracties in de Eerste Kamer. De onafhankelijke senaatsfractie gaat eruit. Forum voor Democratie komt erin. Verandert niet zoveel. Ja. De vorige keer dat jij hier was, toen was jouw hoofddoel, behalve lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, dat is niet gelukt. Maar ook vooral het kabinet van de meerderheid afhelpen. Ja. Nou, die missie is geslaagd. Ja. Maar dit is ook de uitslag die je dan voor ogen had? Nou ja, het kabinet krijgt het best ingewikkeld, denk ik. Als partij kijk je naar de kwaliteit van wetgeving en die beoordeel je op basis van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, rechtmatigheid, maar ook door je ideologische bril. Dus een goede wet is een wet die aan mijn doelen voldoet en die ook nog eens een keer kwalitatief goed is. Nou, dat is ingewikkelder als het een wet is van het huidige kabinet. Er zitten ook grote dossiers aan te komen, hè? Klimaat, pensioenen. En ik denk dat je binnen het kabinet wel spanning krijgt. Als je steun gaat zoeken bij Forum voor Democratie, zoals de VVD wellicht wil, dan zal dat gesputter bij de rest van de coalitie opleveren. Zoek je steun bij linkse partijen,
partijen, dan zal het mogelijk gesputter bij de VVD opleveren. Dus ik denk dat het kabinet het heel erg moeilijk krijgt. Ook vooral omdat ze het super en ik grote heb het gevoel dat jij dat helemaal zijn. Niet vervelend vindt. Ik ga, nou, je moet wel als lid van de Eerste Kamer je rol kennen. Hè? Ja, we moeten niet op de stoel van de Tweede Kamer gaan zitten, want dan maken we onszelf overbodig. Dus altijd nog vanuit die rol van de Eerste Kamer moet je kwaliteit van wetgeving zorgvuldig beoordelen. Als we kijken, hè, naar de uitslag van deze verkiezingen, grote winst voor Forum. GroenLinks heeft het heel goed gedaan. Grootste verliezers, PVV, SP en D66. Hoe verklaar je dat? Je ziet dat kiezers heel vaak teleurgesteld zijn in Nederland. Want we zijn een consensusland, een compromisland. De beloftes die je uitspreekt tijdens verkiezingstijd, die kun je nooit waarmaken. Je moet altijd een compromis sluiten. Nou, dat levert teleurstelling op. Ik denk dat er ook bij Forum voor Democratie een hele grote nee-stem is. Maar de vraag is dan, wat wel? Hè? Vergelijkbaar met de Brexit. Alle Britten waren tegen, maar waar ze dan voor zijn, daar zijn ze nou nog niet zo over uit. Dus ik denk dat dat voor een gedeelte de verschuivingen verklaart. Ja, en GroenLinks heeft natuurlijk ook gewoon heel goed campagne gevoerd. Complimenten daarvoor. Komen wij zo uitgebreid over te spreken. Ik wil nog even van jou weten, Roosmarijn. Jullie zijn heel veel stemmen kwijtgeraakt, hè, aan de PVV. Wat heeft de VVV verkeerd gedaan? Of aan het Forum, moet ik zeggen, sorry. Ja, heel veel. Als ik even kijk naar onze provincie, vind ik dat wel meevallen eigenlijk. Maar de VVD landelijk gezien hebben we verloren. Ja, misschien inderdaad vanwege de, hey, je staat in je verantwoordelijkheid, dus je sluit compromissen. En dan is je eigen kleur wat minder zichtbaar voor de mensen die op je gestemd hebben. Ja, dat zal iedere regeringspartij op een gegeven moment ervaren. Dat is nou eenmaal de consequentie. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Tineke Strik. Dankjewel. Eerste Kamerlid GroenLinks nog wel, hè? Ja. Ja, de tweede grote winnaar van deze verkiezingen. Ja, zeker. We waren erg blij. De peilingen waren al wel goed. Maar je weet natuurlijk nooit zeker hoe het in de praktijk echt uitpakt. En dat we uiteindelijk van 4 naar 9 zetels in de Eerste Kamer zijn meer gegaan. Meer dan een verdubbeling. Is hartstikke mooi. En dat zie je ook in de provincies terug. Dat er veel meer statenleden komen om dat bestuur ook echt groener en eerlijker te maken. Ja, dus wij zijn er heel blij mee. Als ik kijk naar de winnaars van deze verkiezingen, hè, Forum aan de ene kant, GroenLinks aan de andere kant, dan lijkt het wel, stem ik voor of tegen het klimaatplan? Ja, het waren echt klimaatverkiezingen. Ik denk zeker dat het wel een grote rol heeft gespeeld. Het waren echt klimaatverkiezingen. Je merkte dat het kabinet eigenlijk al die tijd wel zag dat het er iets mee moest doen. Maar dat ze eigenlijk een beetje verlamd waren. Misschien wel door meningsverschillen onderling. En wat ik denk ik ook wel een rol heeft gespeeld, is dat met name het CDA, maar ook wel VVD, ook wel heel vaak het als een probleem gingen opwerpen. Van ja, maar dat gaat zoveel kosten en dat mag niet leiden tot hogere rekening en dergelijke. Maar geen oplossing gaven, niet duidelijk maakten. Wij gaan die rekening eerlijk verspreiden over iedereen. Ik zie jou instemmend knikken, Esther Mirjam. Ja, absoluut. Maar meer in het algemeen, er komt gewoon niet zoveel van het kabinet onze kant op. We hebben het redelijk rustig in de Eerste Kamer. Je ziet, wat al eerder gezegd, vooral een kibbelcoalitie. En ineens op het laatste moment komt er een doorbraak waar het gaat om de CO2-heffing voor bedrijven. Maar dat heeft vervolgens waarschijnlijk weer stemmen gekost voor de VVD die naar Forum voor Democratie zijn gegaan. Omdat er voor een gedeelte inderdaad klimaatverkiezingen waren. Kijk, de VVD staat aan tafel. Reageer maar, Roosmarijn. Ja, ik vind het interessante beschouwingen. Ik heb me natuurlijk vooral met de provinciale politiek bezig gehouden. Dus om nou eventjes zo het hele land te beschouwen, vind ik nogal wat. Maar ik denk inderdaad dat het eigenlijk logisch is dat de regeringspartijen een middenblok zijn op dit moment. En dat je inderdaad de uitwassen krijgt wat meer naar het groen en wat meer naar het meer rechtse kant, om het zo maar even te zeggen. Dat eigenlijk een logisch gevolg is wat we net zeiden, van de consensus waar de andere partijen in zitten en met elkaar verder willen. Dus. Kijk, voor een deel is dat wel zo, maar van de andere kant, als je heel duidelijk maakt, en ik denk dat heel veel mensen ook al wel in de gaten hebben, er moet er echt klimaatmaatregel genomen worden. Je merkt het zelf ook al aan de temperatuur, et cetera. Maar dat je dan als kabinet ook mensen moet kunnen geruststellen van we gaan die rekening ook echt eerlijk delen. En we hebben er heel erg op aangedrongen, PvdA ook, dat ook de bedrijven die CO2-belasting krijgen. En steeds heeft het kabinet gezegd, nee, dat is nog te snel. Nee, kijk dat jij doen ook we al niet uit naar de Tweede Kamerverkiezingen?
Niet per se. Nee, niet per se. Nee, dat is voor ons helemaal niet een doel op zichzelf. Wat wij wel fijn vinden, in die zin deel ik dat wel, dat het kabinet nu niet een meerderheid heeft, dus dat ze meer gedwongen zullen zijn om ook dat voorstel wat wij hebben gedaan, ga die bedrijven nou ook eerlijk belasten, zodat het niet allemaal bij burgers terechtkomt, dat dat ook wordt uitgevoerd. Want eerlijk gezegd, naar Forum kijken zal weinig opleveren. En met 9 zetels in de Eerste Kamer hebben jullie ook wat meer in het brokkelen nu, hè? Te zeggen, ja. Ik weet trouwens nu dat de informateur wordt iemand van de VVD, volgens mij. Ja, Mark Bouwman. Ja. Bouwman, ja. Burgemeester van Doetinchem. Maar dat wist jij natuurlijk al, hè? Ja, van VVD-huizen. Ja, wat een verrassing. Nou ja, ik laat dat over aan de lijsttrekker, uiteraard. Want het moment mag hij kiezen. En wanneer dat is, dat is niet aan mij. Nou, kennelijk was dit het moment. Mooi om te horen. Het werd me even ingefluisterd. Je was ook lijstduwer in Gelderland. Nu nog Eerste Kamerlid. Ja. Je scheidt ermee uit. Wat ga je doen? Ja, nou, ik ga wel een revolutionaire stap maken. Nou. Namelijk, ik ga naar het Europees Parlement. Ik dacht van, ik ga me lekker op de wetenschap concentreren, want ik werk aan de Radboud Universiteit. Maar toen mij gevraagd werd om toch mijn politieke werk voor te zetten in het Europees Parlement, heb ik uiteindelijk bedacht van, ja, er wordt ook steeds meer beslist in Brussel, in de Raad, in het Europees Parlement. Dus ik denk dat als het aan het Forum ligt niet, hoor. Nou, dat gaan we nog eens zien. Nee, kijk, heel veel problemen zijn grensoverschrijdend. Dus die moet je daar gewoon aanpakken. Dus ik hoop mijn kennis van de politiek en van de wetenschap daar ook in praktijk te kunnen brengen. In de Eerste Kamer zit je helemaal aan het eind van het proces. En nou ga ik helemaal aan het begin zitten. De nummer 2 op de lijst, hè? Ja, van Oosterbeek naar Brussel. Dat zit er precies, wel in. Zo is het. Mag ik je daar heel veel succes wensen? Dank je wel. Jij ook heel veel succes. Ook de nummer 2, dus dat zit ook. Snor. Ja. Esther Mirjam staat ook twee. De nummer 2. Ja. Dat bindt ons. Laten we dan afspreken dat als we over 4 jaar weer hier staan, met 3 vrouwen, dat er dan de nummers 1 hier staan. Is dat mooi? Dat zou mooi zijn. Dat vind ik wel mooi. En Arjan de Kok, die moet zich verontschuldigen, die zit nog op het provinciehuis. Die zit nog te duiden. Ja, die is plannetje te spelen. Misschien wel met de VVD. We gaan het allemaal volgen. Succes, dames, en dank voor de komst. Dank je wel.